Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, is een bekende uitspraak van niemand minder dan Pippi Langkous. Ook is het motto van Stichting Stoute Schoenen dat vindt dat je nooit te oud bent om je creatieve talenten te ontwikkelen. Dit jaar vond de derde editie plaats en wij besloten een kijkje te nemen. Stichting Stoute Schoenen draait deze pilot al enkele jaren. Wat is je daarin opgevallen? Nou, dat er nog heel veel potentie zit bij ouderen. Als je ze maar aanspreekt op hun mogelijkheden, dan zie je dat ze tot heel veel toe in staat zijn. Hè? Dat als je ze in hun kracht kunt zetten en kunt activeren, dan ook door een bepaalde opdrachtstelling, dan komen er prachtige kunstwerken naar voren. Nou, er zijn zes disciplines vertegenwoordigd. Dat is schilderen, illustratie, literatuur en ontwerpen, theater, textiel en sculptuur. Dus wat wij doen is dat we altijd beginnen met een deel theorie vanuit de kunstgeschiedenis en daarna een vertaalslag maken naar een beeld. Wij willen dus ouderen echt activeren en het brein prikkelen. Dat we mensen echt proberen uit te dagen door de manier van opdrachtstelling als het ware. Het bijzondere is van deze expositie dat deze expositie verder gaat op een andere locatie. Ja, dat klopt. Ja, we hebben voor de kunstactiviteit sculptuur gebruik gemaakt van kringloopmateriaal van La Poubelle. En zij hebben overigens ook zorg gedragen voor de zuilen. Dus straks, als het over een maand afloopt hier, dan wordt het, in ieder geval de sculpturen opgepakt. En die worden dan tentoongesteld in La Poubelle. Take me wandering through these streets. Where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. We geven een opdracht en we hebben hoog in het vaandel staan dat zichzelf overwinnen. En dus inderdaad dus die stoute schoenen aantrekken. Vaak is er een beetje een drempel. En dus we gaan in twee workshops. Ze krijgen een opdracht. Eerst krijgen ze een introductie en we laten met beelden en met voorwerpen laten we allerlei dingen zien. En we gaan ze schetsen en dan gaan ze toewerken naar het eindresultaat. Nou, eigenlijk is het heel bijzonder om te zien dat leeftijd niet echt een rol speelt. En juist komt er een soort jeugdige sprankeling bij mensen naar boven. En dat slaat ook over op mij. Dus dat geeft mij heel veel plezier. En dat kan ik dan weer teruggeven aan hun. Ontdekken mensen dan toch nieuwe dingen? Ja, ja. Maar ook bij zichzelf. Dus dat gaat de hele tijd. Ik zie het de hele tijd als een soort heen en weer gaan van zien en dan ook doen. Dus in plaats van dat je dus te bingo, zeg maar, is dit echt, geeft dit extra. En zie je dan ook tijdens de workshop mooie kruisbestuivingen ontstaan? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, mensen die gaan dus bij elkaar kijken. Ik zeg ook heel vaak, soms zitten mensen ook wel een beetje vast. Er zit ook wel een beetje iets van, soms is er wel een beetje wrijving. Zo van, ik weet niet wat ik moet doen. En dan zeg ik loop even een rondje. Sowieso, dan zie je je eigen werk ook van een afstandje. Maar dan kijk je ook bij een ander. En dan zie je hoe een ander iets aanpakt en iets opzet. U vertelde dat u 3 jaar al meedoet aan het project Stoute Schoenen. Waarom? Waarom? Nou, omdat ik er heel enthousiast over ben. Want ik ben dan een van de mensen die mee begonnen zijn. En ik heb er zo plezier in gekregen dat ik het iedere keer mee wil maken. Maar het is eigenlijk begonnen omdat mijn man Alzheimer heeft. En dat ik dus zelf toch wel wat ontspanning wilde hebben in principe. Ben ik hierbij gegaan en ja, tot nu toe. I'm running late and I don't need an excuse. 'Cause I'm wearing my brand new shoes.